Dit wordt de big jump. Ja, dit, hier heb ik voor gewacht. En ja, ik ga gewoon alles geven. En daarvoor ben ik hier. Ja, goed, ik wist van tevoren dat dat altijd een gek moment zou zijn. Ja. Dus ja, natuurlijk vind ik het hartstikke sneu voor Johnny. Maar ja, zelf sprong ik natuurlijk wel een gat in de lucht. Ja. Ja, goed, ik hoop dat hij op tijd weer herstelt. Het is gewoon echt een kracht aan boord natuurlijk. En ik ga er alles aan doen om zo goed mogelijk te vervangen. Jij gaat het voordek op? Of? Ja, ik ga sowieso veel op het voordek zijn. Dat is duidelijk. Want daar missen we natuurlijk nu een man. Rokas wordt de eerste voordekker. Ja. Ik ben natuurlijk een tijdje eruit geweest. Maar wij gaan gewoon Rokas met alles zo goed mogelijk helpen. En alles zo goed mogelijk voorbereiden. Zodat de tijd dat hij er moet zijn eigenlijk minimaal is. Ja. Zullen we lekker golven koppen? Ja, nou, dat zit er wel in, ja. I'm pretty excited, really. I mean, it's been a while since the last Volvo Ocean race, and to come back in with three legs left, it's a fantastic opportunity, and I've been looking forward to it now ever since I got the phone call, and just can't wait for it to get started today. Last thing I ever expected, I was on holiday, pretty disappointed with my last job coming to an end in the fashion that it did, and then. This came through and there was a breath of fresh air and opportunity to get out of Sardinia and do some racing. Cool. Did the whole last Volvo and yeah, to be involved in a second campaign is just a dream come true all over again. To be racing at this level and for this leg across the Atlantic is just fantastic. Team Brunel about to cross the line to take fifth. A disappointing performance for them, having won the import race in Itajaí. Your boat in between Brunel and Abu Dhabi in this race means that Abu Dhabi now takes the overall standings, lead in the standings in the import races. America's Cup is definitely on the bucket list, but I thought I was going to be able to tick that off up until a month ago, but that will still have to be done another day. Op mijn bucketlist? Nou, nog een aantal dingen. Kijk, natuurlijk, ik wil die hele Volvo gewoon doen. Dat gaat niet meer lukken, helaas. Maar wellicht volgende keer. Dat is nog steeds echt mijn droom. Alle etappes te doen en gewoon al de hele race mee te doen. Maar daarnaast nog andere offshores. Ik heb nog nooit een Fastnet gedaan. Transpak wil ik nog een keer doen. En ga zo maar door. Als ik alles heb gewonnen, dan ga ik maar weer eens verder kijken. Maar dit zijn al behoorlijk wat doelen die ik mezelf heb gesteld. Dus het lijkt me voorlopig even goed.